dag met datzelfde groepje weer neer gaan zingen, dan voor Sinterklaas? Ja. Dus morgenmiddag, dan gaan we natuurlijk weer de zaal in. En dan vraag ik jullie een podium op. En dan zeg ik alleen maar van, gisteren hebben er 2, 4, 6, 7 hele kleine jongens en meisjes voor mij gezongen. En dan gaan we, dan komen jullie naar mij toe en dan gaan we voor Sinterklaas in. Afgesproken. Nog een keer. Yeah.
Ben je met de stoomboot meegekomen? Ja. Ja. Toen was ik zeeziek. En heb je... Zeeziek? Hoor, heb je dat allemaal niet meegekregen? Nee, toen moest ik overgeven. Je hebt namelijk schoenkadootjes. Een schoenkadootjes. Heb ik toch niet gezien. Wat denk je dat dit dan zal zijn? Dat is een schoenkadootje. Dat is een schoenkadootje. Kijk, zo, als ik... Het is schoon uit dat passen, gezellig. Ja, inderdaad. Hey, even passen dan. Even ja, die schoen die past hierin, maar niet aan de hand. Ja, kijk. Dat past niet. Nee. Natuurlijk wel. Jawel, dat past wel. Jawel. Een beetje proppen, dan past dat. Nee, dat niet. Oh, vandaar dat ze een schoencadeautje zeggen. De schoen past in het cadeautje. Ja, dat is het. Kijk, maar deze past wel. Ja. Perfect. Die kan er wel. Ja, dus dat is niet mij. Moet je daar binnen? Maar ik denk dat dit de 5 december cadeautje is. Ik hoorde gisteren op het 20 mars. We hadden schoencadeautjes. En weet je welke cadeautjes je niet hadden? 5 december cadeautjes. Oh, die komen hier dan wel heel snel. Nou, ik hoop dat de Pieter die morgen meebrengen met Sinterklaas. Ja. Zijn er maar 3 Pieter? Dat is wel een hele goede. Dus ik denk dat jullie vanavond en vanochtend wel eens even heel goed te raden moeten gaan bij de andere Pieter. Waar dat allemaal gebeurd is. We gaan dus gewoon straks gewoon allemaal wachten. Ja, die hebben vannacht moeten werken. Op bed springen. Bedpannen. Gewoon wakker maken. Ja. Wakker maken. En op werk. Inderdaad. En inpakken. Zeker. Maar voor mij is het groot. Voor mij is het groot. Voor jou ook groot. Ja, voor jou ook groot. Maar waarom wil jij een groot cadeau? Ik denk dat ik een groot cadeau. Dat kan. Nou, daar kan misschien wel een kussen in zitten. Dat is ook niet al groot. Oh, dat is lekker. Deken. Want hier is het zo koud in Nederland. Echt zo'n lekkere warme, dikke deken. Zo koud. Die past hier makkelijk in. Dat past er heel dik met in. Dat moest er nog wel eens doen. Ja, wie je dek bent, hè. Dat is een heel klein cadeautje in de kop. Ja? Ja. Zo gauw. Oh ja. Gauw horsen. Hoe dan? Jullie zijn niet worden. Jullie willen echt mooie cadeaus hebben. Ja, we zijn... dat werkt wel voor. Ja, nou, ja, heel ver, met je stoombedje en een parasol. En samen. Ja, samen voor je moeder. En dan hoor je heel veel tramp op in het kasteel. En dat is echt heel zwaar. Vandaar dat jullie een klein beetje zo lopen van wat het is voor hem. Vertel over wat er vanmiddag weer gebeurd is in de knutselfabriek. Het was natuurlijk weer een hele gezellige middag met ongekend veel kindertjes die weer genoten hebben van knutselen met papa, mama of zelfstandig. Ja, en nu is het natuurlijk de nacht dat het gaat gebeuren en dan gaan we heel onrustig worden van morgen. Dan komt Sinterklaas natuurlijk naar Stellendam. Dus ik verwacht jullie natuurlijk allemaal rond de klok van 1 uur in de Oude Haven. En dan gaan we Sinterklaas met zijn Pieter verwelkomen. En dan verwacht ik natuurlijk weer veel meer Pieter als dat er afgelopen middag waren. En morgen gaan we met z'n allen weer een prachtig feestje ervan maken. Sinterklaas is. Kom hier in Spanje zitten.
Ik heb van de week naar de Sinterklaasfinale gekeken. En hij zag dat hij op de boom onderweg was in Nederland. Nee joh, hij is nog in Nederland. Natuurlijk wel. Nee, niet gezien. Heb je wat gemist dan? Jullie hebben toch vorige week allemaal Sinterklaas al gezien? En dan staat deze Piet, ik weet het niet. Want ik weet zeker dat Sinterklaas in de buurt is. Want ik heb er straks de scheepshoorn al een keer gehoord. Hebben jullie die ook gehoord, die scheepshoorn? Ja, hij is echt in de buurt, hè. Maar wij wachten nog even op muziekvereniging De Hoop. Want zonder de muziekvereniging, ja, dan kunnen we toch de Sinterklaas niet binnenhalen. Dus daar wachten we nog heel even op. En ik hoop dat ze haast maken, want ik ga het al een beetje koud krijgen. En jij ook, Piet, ga je het ook koud krijgen? Man, ga mee in Spanje, het is veel warmer. Ja, maar dat doe ik dan na 5 december. Eerst de cadeautjes allemaal rondbrengen. Want anders mag je niet weg natuurlijk. Maar ik wil wel met jou mee. Jullie ook mee met Sinterklaas terug naar Spanje? Lekker warm. Willen jullie ook allemaal mee? Dat is afgesproken, maar volgend jaar allemaal wel op tijd terug natuurlijk, hè? Want anders staan we niet volgend jaar en dan zijn jullie er niet. Meneer Jan? Ja? Ik heb een vraagje. Mag deze Piet wat vragen van jullie? Nou Piet, stel je dan. Ik heb een hele grote wens. Ik zou graag een dag met De Hoop mee willen zingen. En trompetteren. Mag dat? Nou, ik denk dat zingen niet zo'n mooie optie is. Want volgens mij is jouw stem niet zo geweldig. Maar misschien trompetteren. We kunnen het natuurlijk dadelijk vragen. Maar ik heb eigenlijk 2 instrumenten. Zullen de kinderen kiezen welk instrument ik neem? Dat kunnen we natuurlijk vragen, maar dan moet je wel even laten weten welke instrumenten. Nou, ik heb het. We zullen heel even wachten, want anders gaan we de muziekvereniging doen. In de wielerrij. Prachtig mooi weer. Super. Goedemiddag muziekvereniging De Hoop. Wat leuk dat jullie... Want die willen natuurlijk allemaal Sinterklaas binnen zien komen. En die willen jullie ook zien. En eigenlijk moeten we eerst allemaal even de muziekvereniging feliciteren. Want Sinterklaas is heel oud. Maar de muziekvereniging is namelijk ook heel erg oud. Die bestaan namelijk 120 jaar. Is dat een applaus waard of niet? Dat dacht ik wel, hè. En voor degenen die het nog niet weten of er toch interesse in hebben, volgende week zaterdag hebben die deze muziekvereniging een première concert. Als ik goed ingelicht ben, in de Dorpstien in Ouddorp en de aanvang is om 8 uur en er zijn nog kaarten beschikbaar. Klopt, hè? Je komt tijdens de intocht van Sint-Nicolaas. De afgelopen jaren hebben wij... Sorry, ik ben een beetje slecht met stem. Afgelopen jaren hebben we hier Arend Jan van de Vlucht gehad. De wethouder die Sinterklaas iedere keer welkom wilde heten. En dit jaar hebben wij het genoegen dat onze burgermoeder, want zo heet dat dan als je dame bent. Dat die, de burgervader, de burgermoeder, de burgemeester, die gaat vandaag Sint-Nicolaas welkom heten op Stellendam. En daar zijn we natuurlijk ongekend blij mee, of niet? Dat wilde ik wel horen, ja, want anders wil ze waarschijnlijk volgend jaar niet terugkomen. Dus als we allemaal heel enthousiast zijn, dan hebben we ook kans als ze volgend jaar zegt, het was zo leuk op Stellendam, hier kom ik weer graag terug. Of niet? Ja, zeker, zeker. Nou, en het ziet er natuurlijk ook geweldig uit, hè. Ik zei net tegen u, zo hoort een Sint-intocht te zijn, hè. Al die kinderen die daar vol verwachting staan, het is gelukkig droog. En dadelijk komt hij daar aan. Geweldig, geweldig. We zijn ook heel erg blij dat u de tijd vrijgemaakt hebt om in ieder geval hier te zijn. Wij proberen er altijd weer een klein feestje van te bouwen. Het ene jaar gaat beter dan het andere jaar, maar het zal heus weer goed komen. Gelukkig is het droog. De hele week zag het er heel slecht uit. Maar gelukkig, we hebben mooi weer. En ik denk dat het dan ook tijd wordt dat we er toch eens echt ons best gaan doen om Sinterklaas
heel hard te gaan aanroepen en te hopen dat u natuurlijk hier binnenkomt. Want ja, jullie hebben het ook wel gezien, hè? Hebben jullie hier aan de overkant gezien? Weet je wat dat betekent? Ze gaan de haven uitbaggeren. Dus de pakjesboot, die kan dit jaar nog niet binnenkomen. Nee, maar we hebben wel al jaren gehoord, hè, dat Sinterklaas zich daar toch wel wat zorgen over maakt. Van hoe kan dat nou en moet dat in de toekomst niet anders? En ik heb nog even met de wethouder van de Vlucht gebeld vanmorgen en het gaat echt gebeuren. We gaan de haven uitbaggeren, zodat die pakjesboot wel binnen kan komen. Hebben jullie dat gehoord? Volgend jaar komt pakjesboot nummer 12 hier in de haven. En daar gaan we met z'n allen voor zorgen. En dan gaat natuurlijk die firma Beers, die gaat ervoor zorgen dat die haven dadelijk op de juiste diepte is. En dat we dan Sint-Nicolaas met die prachtige stoomboot binnen kunnen halen. Maar nu hebben we het geluk, het waait lekker. En kijk eens naar die mooi opgeknapte molen die daar staat. Die is toch weer fantastisch. En nu gaan we heel even terug naar deze Piet. Die had gevraagd of dat ze met de muziekvereniging mee mag spelen. Nou, dan weet ik niet of dat... vinden jullie dat goed? Ja! Jullie kijken wel zeer bedenkelijk. Zeer bedenkelijk. Maar goed, ik denk toch dat we de gok gaan wagen. Met welk instrument? Mogen de kinderen dat beslissen? Ja. Mijn kindjes mogen kiezen. Gaan we beginnen met een harmonica. En die gaat zo. Nou, zullen we wel kijken of dat die toeter beter gaat? Want ik vond het maar niet zo geweldig. Harry. Hartstikke vals. En volgende. Ik snap het van jullie. Jullie hadden dat alleen maar aan het natuurlijk. Nou begrijp ik hem. Maar we moeten ze wel een kans geven, vind je niet? Ja? Kom! Kom! Nou, ik ben heel benieuwd. Sigrids komt de stoomboot. Die ken ik echt heel goed. Nou, ik ben benieuwd hoor. De stoomboot. De stoomboot. Oefenen met al die kinderen hier op de kade. Klopt dat? Ja, dat zou ik wel heel graag willen. En wil je dan ook nog een paar kinderen hier beneden hebben? Of zeg je van nou, wij gaan het voordoen? Ik wil heel graag een aantal kindjes beneden hebben. Wil jij er een aantal halen? En wat gaan we doen? Gaan we disco in? Gaan we hardrocken? Of gaan we... Theo, wat? Willen jullie met ons mee? Ik hoor je niet. Ik hoor jullie niet. Theo, Theo, wat? Oh ja, jongens en meisjes. Jullie zijn gisteren allemaal op die knutselfabriek geweest, hè? Ja. En we hebben al die tekeningen die jullie gemaakt hebben, die hebben we opgehangen. En jullie hebben ook allemaal een button. Met je naam erop. Kijk. Kijk hier eens. Ik heb moppen. Meneer Jan, wie heeft er nog meer? Hallo. Ja, kijk eens hier. Piet heeft er ook één. En deze Piet heeft er ook. Nou, ik denk dat het tijd wordt dat meneer Ab er eens even een lekkere Theo Theo wat raar ingooit.